Adrie Verschoren, fotograaf uit Goes, gunt ons door zijn filmwerk een blik op zijn gezinsleven in de jaren 30, 40 en 50. We hebben hem leren kennen als toegewijd vader, die het opgroeien van zijn kinderen met de camera op de voet heeft gevolgd. We weten dat hij niet alleen oog had voor zijn gezin. De wereld om hem heen kreeg ook Adrie's volle aandacht. Zijn opname van de watersnood zullen bij veel kijkers nog vers in het geheugen liggen. Hij was erbij, van begin tot het einde. Beelden van de droogvallende kruiningen. Hij liet ons zien hoe de mensen de moed weer bij elkaar raapten en na de ramp aan de slag gingen. Vooral in de jaren 50 maakt Adrie veel films van zijn omgeving. Zuid-Beveland, zoals hier de jaarlijkse dodenherdenking in Goes. Rechts zien we deken Niveen van Dijken. Avondlicht, het bejaardenhuis aan de burgemeester Elenbaasstraat in Kruiningen. Het zal hier halverwege de jaren 50 zijn. Als u goed kijkt, hoort u de breipennen tikken en ruikt u de conversatiezaal van dit bejaardenoord. Adrie Verschoren filmt de oudjes aan de vooravond van een belangrijke gebeurtenis. Een reis voor oude vandaag, aangeboden door de gemeente Kruiningen. De volgende ochtend is de grote onrust waarneembaar op de markt. In kostuum Marien van den Bergen, dirigent van de zangvereniging Crescendo. In lerenjas Gaap Kieviet, die rijdt tot zijn 80ste op de motor. Van rechts komen met pet op de vrijgezellenbroers Hubrecht en Toon Polij. Zij willen weten in welke auto ze gaan. Opstellen voor vertrek uit de Elenbaasstraat. Let op hoe Gaap Kieviet op zijn motor de kop van de stoet gaat vormen. Onder grote belangstelling verlaten de oudjes hun dorp. Uitgezwaaid door familie en bekenden. Neemt u even rustig de tijd om de automobielen te bekijken die in de jaren 50 het straatbeeld beheersen. De organisatie van deze dag is in handen van allerlei notabele en andere belangrijke mensen. Het eerste doel van deze tocht is een bezoek aan Middelburg. Met hoed Kees Meijer, de patatenkoning. In lange regenjas burgemeester Schipper. Met de doos gevuld met boterhammen, Ayaan Stroosnijder, de gemeentebode. Onder flinke wolken van sigarenrook betreden ze het park. Met kalot Piet Polderman. Het mannetje in klederdracht is Engeltje Zinken. In mantelpak mevrouw Nieuwenhuizen, de vrouw van de huisarts. Links met hoed de dokter zelf met aan zijn arm Clementine Vermont en haar man Jan Blok. In pak met vest Sander Verhagen, de sigarenboer. Dan Kwaak en daarachter met hoed Koen de Jonge. De linkervrouw in klederdracht is Jana Leijs. En dit is vrouw Pasman.
Jan Koen en met hoed Kees Meijer, handelaar in aardappelen. Gemeentebode Ariaan met belegde boterhammen voor bij de koffie. De oudjes bewonderen het kleine spul in het park dat hier in 1954 is aangelegd. Het was bedoeld als een eenmalige tentoonstelling van het herrezen walcheren na de Tweede Wereldoorlog. Die eenmaligheid duurt echter tot op de dag van vandaag. Rechts komen Maria en Kootje Boutersen. Tijd voor een bakje koffie en een Kruiningse boterham. Meegebrachte spijzen mogen hier genuttigd worden. Bert Pauwe en Kaat Timmer. Links Koen de Jonge en rechts Marien van den Bergen. Na het miniatuur gaat het richting Kruiningen, maar niet naar huis, nog langer niet. Nee, ze pakken de boot naar Perkpolder. En daar op het veerplein Gaap Kieviet en zijn motor. De stoet moet opnieuw gevormd worden. Ayaan Stroosnijder met een nieuwe voorraad boterhammen. De zaak van Frits de Miljano in de Nieuwstraat in Terneuzen. Dat is het doel van deze tocht. De auto's gaan de Arsenaalstraat in om op de veemarkt te parkeren. Of Frits veel aan het gezelschap zal verdienen is de vraag. Ze hebben dozen vol meegebrachte spijzen. Tot zover deze bejaarden. Wij keren terug naar de familie Verschoren en belanden dan zo'n 10 jaar later in Westkapelle. Het is voorjaar 1964. Adrie is inmiddels opa Adrie. Hij en zijn vrouw doen een dagje walcheren samen met hun kinderen en kleinkinderen. Anneke, de vrouw van zoon Adrie, met kleinkind Arjen, de derde generatie Verschoren. Oma Maria Buisrogge. Die dag zijn er nogal wat Verschorentjes bijeen. Ze vermaken zich uitstekend met het karten en het trampolinespringen. Ja, het is een hechte familie. Een familie van wie we de geschiedenis hebben kunnen volgen aan de hand van 30 jaar filmwerk van opa Adrie Verschoren. Dankzij zijn werk zag u de eerste Zeeuwse familiekroniek. Het verhaal van 3 generaties. In de tijd van deze opname zijn de kinderen allemaal het huis uit. De zonen zijn in de voetsporen van hun vader getreden en zijn allemaal in de foto- en filmbranche terechtgekomen. Niet verwonderlijk als je zo'n vader als voorbeeld hebt. En hier is Adrie, 64 jaar oud. Hij heeft de filmcamera even uit handen gegeven. We zien hem zoals we hem steeds zagen. Alle tijd en aandacht voor zijn kinderen. Stevast met de camera in de buurt.